We zijn bij de Trollstigen geweest in Gamlebu, boven Westerwijk. En nu rijden we richting Eskilstuna. Dat is boven Norrköping, voorbij Stockholm, aan de oostkust. Welkom bij de volgende, nummer 2 in de rij. Waldemarsvik. Over 500 meter. Sla linksaf. Ja, zij snapt er geen moer van. Want op mijn telefoon hebben we even een IK gegeven. Ons spookwoord. We gaan even wat avondeten inslaan en een ijsje kopen. En dan rijden we door naar het noorden. Hier zit de IK. Zie jullie zo. Geer blijft bij de hondjes, ik ga even naar binnen. Over 150 meter, sla linksaf. Nou, we hebben boodschapjes gedaan. Lekker salade meegenomen. Garnalensalade. Verse groenten erin. Dat is voor vanavond. Nu rijden we eerst naar het noorden weer. Zelf, 15 minuten. Hotel Bad Botan. Hotel en Botan. Stelplaats. Heb het Oredrund. Dus kun je met je camper staan. Uiteraard tegen betaling, neem ik aan. Nou, we gaan het eens bekijken. De E22 Södra S. We zitten dus pal aan de oostkust. Maar we zitten nog niet echt bij de kust.
of een vliegveld hier. Een beetje parkachtig. Alsof je door een golfpark heen rijdt, weet je. Oh, sorry. Ferry. We willen niet op de ferry, lieverd. We gaan parkeren. Kijk dan wat gaaf hier. Parkeer. Je moet betalen hier. Betalen her. Afjeft. Oh, je mag hier niet slapen. Nou, ik kan waarschijnlijk betalen met Easy Park, denk ik. Oh, het is wel heel smal. IMO Park. Je mag hier gewoon parkeren. Dus. Ja, maar je moet wel betalen. Of je hebt hier je schaduw. Leuk, leuk. Ja. Nou, het is warm in de auto. Er is daar een poortje. Ik weet niet of jullie het zien. Kijk daar. Waardoor geen honden kunnen. Kost 4 euro per persoon om erin te komen. Dus dat valt wel mee. Maar dan moeten we de honden in de auto laten. En nou ja, dat is niet onze bedoeling. Hier op dat paarse bordje staat... ik heb Easy Park, de app. Maar dat is een andere hier. Maar dat geeft niet. Je kan ook met sms betalen om hier te staan. Dus dat is allemaal heel simpel. Het is wel heel mooi hier. Maar we gaan de burcht niet bezoeken. Want we willen de doggies niet in de warme auto laten zitten. Terwijl wij fun hebben. Hé, oh, zo. Wacht even. Terwijl wij plezier hebben. Ja, ik ben heel dichtbij. Oeh. Dus we gaan naar een badplaats die ik heb aangegeven. Zie jullie straks. Als je een hele waaie bocht maakt. Daar moet het die kant op. Caution, ferry. Scherpe bocht naar rechts. Aardig jachtje hier zo. Ja. Het is wel heel erg mooi hier. Maar voor elke zucht moet je wel betalen, uiteraard. Nou, Stegeborg is slotruïne. Als je, als het niet heet is en je hoeft je hondje niet in de auto te laten... Dan is dat best leuk, denk ik, om te bezoeken. Het is hier wel heel gaaf. Het is een schiereiland hier. Stegeborg is eigendom. Gelwiks Schurka. Gelwik. Zullen ze hier zeggen. Kijk dan hoe aan. Ga richting zuidoosten. En sla rechtsaf. Straks. Over 400 meter. Sla linksaf. Straks. Nu niet. Veel van dit soort glooiende velden. Nou, in ieder geval staat de koelbox, de koeltas midden in de auto. Dan. Dat scheelt. Ja, dat scheelt. Kijk eens even. Oeh, dat is mooi. Dat is mooi. Ik ben benieuwd hoe oud die is. Zo, zo. Sla linksaf. Kunnen we in de schaduw staan. Hersluiten
al mijn werk, ja. Maar we gaan hem hier even langs de heg zetten. Ja, gewoon even zo. Ik weet niet of je hem op het gras mag zetten. Daar, P. Over 200 meter. Keer hier om. Is wat warm hier, zeg. Passelt, zo. Oeh. Passelt. Ik kan het raden. Ja. Kijken of die open is überhaupt. Ja. Misschien. Oh ja. ...1833, 1912. Ja, en dat hout is ook nog netjes dan. Zo, dit is mooi zeg, moet je eens kijken. Wauw. Het is wel een imposante kerk. Een bronzen dak. Of koper. En koper. Nou, hier ligt hij toch niet slecht. Muziekhandelaar. Daarnet zag ik Hemma Eigeren, dus een huiseigenaar. Gruifarbeiteren. Dus hun Urke staat erop. Hun beroep. Wat grappig, joh. Ja, die heeft het niet gered. Lukse Kruis is dood. 1894, 1964. 1964, toen ik 3 was, is die overleden. Zomergerst, denk ik. Oh nee, bonen. Brengt stikstof in de grond, hè. Nou, ze hebben nog wel ruimte. Ja, maar hele oude kruisjes. 1915. Ja, en daar stond. Hier staat 1754. 1915. Waarschijnlijk de keren dat ze hem flink hebben opgeknapt of zo. Apart dit zeg. Zou kunnen. Dat de rest al. Geen aantallen op. Nee. Een jaartallen wil ik. Niet aantallen, maar jij kan. Het is mooi hier. Volgens mij dat hier Gerbak en die landtong. Heel apart. Thank you.
gauw terug naar de hondjes. Dit was leuk. Ze kunnen hier alleen geen muurtjes bouwen. Zo, man, wat heet. Wat heet? Wat heet? Het heet. Het is heet. Het is warmer op het asfalt dan in de auto, gelukkig. Nou, dit was Stegenbosch, Schurka. Een begraafplaats. En dan gaan we naar een badplaats. Hopelijk, een betere plaats. Hopelijk rustig. Nou, het is van een hele gave toren. 500 meter. Sla rechtsaf. De jongste datum is, of de oudste datum bedoel ik, dus de meest terug in de tijd, is 1775. Maar ik denk dat die nog wel ouder is. Daar staat hij op foto, hè? Oh nee. Ik hoop dat ik hem heb. Het was een das. Arriveer je op je bestemming. Jaha. Hier kun je parkeren en kamperen mag natuurlijk niet, maar je kan hier wel overnachten. Het staat alleen helemaal vol, dus wij kunnen hier niet staan. Het is ook nog scheef. Komt wel, zo te zien, zalm voor. Nou, we gaan even zoeken naar iets anders. Proost.